Welkom beste kijkers bij een nieuwe aflevering van Natuurlijk Oosterwijk. Jeroen en ik hebben de vorige keer Dal van de Beren deel 1 opgenomen. Het lag dus aan die zijde daar. Dit was het laatste puntje waar we stopten. En nu beginnen we vanaf de Viermannekesbrug, dat is deze brug dus, aan de rest van het project door te wandelen. Richting de Spoordonkse Watermolen. Even nog kort herinneren waar het project uit bestond. Het project bestond uit een 2,5 kilometer lange beerzen weer laten meanderen. Een retentiebekken, oftewel een opvangbekken neer te leggen voor het overtollige beerzenwater wat in hoge waterstanden dan kwijt moest. En verder een natuurontwikkelingsgebiedje in te richten waar begrazing op plaatsvindt, zodat de natuur daar langzamerhand ook kan ontwikkelen. Verder een restauratie van de Spoordonkse Molen en een heel mooi recreatief wandelpad. En daarover zijn wij nu aan het lopen en gaan we nu vervolgen richting Spoordonkse Molen. Kijk, hier zie je een van die bomen die langs die waterkant staat. En die kan ook heel goed tegen die waterkant. Dat is dus de els. Nou, dit is de elzenprof van vorig jaar. Hier heeft dus nog een behoorlijk wat zaad in. En hier hangen al de katjes van het nieuwe jaar. De vrouwelijke deeltjes van zeg maar deze elzenboom. Elzen kun je, zoals je ziet, ja, die staat helemaal in het water. Van de beerzen, want dit is dan dus de beerzen. Die staat helemaal in het water, kan hij goed tegen. Maar misschien kunt u zich wel herinneren, Amsterdam, die stad, die mooie stad, die is gebouwd op elzenhout. Omdat het hout is wat in het water ook heel zeg maar houdbaar is. Nou, langs deze beer staan heel veel van dit soort opstanden. En op hoge gelegen delen, zoals je hier zo ziet, aan deze zijde, daar groeien dan dus eiken. Dus een eikenboom, in dit geval de zomereik. En ze hebben het hier een beetje uitgedund, dat kun je zien. Ze zijn wat stakken afgehaald vanwege dus dat hier ook nog landbouw door moet. Maar dit bosje is mooi ook onderdeel geworden van dat natuurontwikkelingsproject wat officieel dan heette Viermannekesbrug, naar aanleiding van die naam van die brug. Maar in dit geval heet het voortaan het natuurgebied Dal van de Beerzen. Kijk Jeroen, een beetje hindernissen moet ik af en toe nemen voor Natuurlijk Oosterwijk. Maar, want ik wou dit aan de kijkers laten zien. Dit is een grove den en je ziet heel mooi. Ja, hij is een beetje meer gescheurd en verwrongen. En dat komt omdat een grove den heeft een beetje een draaiende structuur. Dat is ook de reden waarom dat ze grove dennen vroeger gebruikten in die kruipgangen waar de mensen met hun pikhouwwielen de steenkool lossloegen uit die grote steenkoolblokken. Want deze boom, dat was een waarschuwingsmiddel. Op het moment dat de druk, doordat er een gat ontstond en dan de druk naar beneden toe duwde, de druk op die, ja, zeg maar, die gang en op die stutten heftig werd, begon deze boom te kraken omdat hij niet meteen breekt. En dan is het niet zo dat de mannen met die pikhouwbeelen daar in die steen stonden te hakken, in die steenkool stonden te hakken, dat ze dat ding horen kraken. Maar om de zoveel meter stond een kind te luisteren of die dan kraakte. En als je dat kraakte, dan riepen die kinderen, mijn onveilig. En dan konden de kompels, want ze weten de mijnwerkers, nog mooi op tijd weg. En dat was dus een mooie redding, een veiligheid dus, de grove den. Hey Jeroen, als je nou even zachtjes naar mij toe komt, dan kunnen misschien de vinkheuren slaan. Dan zal ik ook heel even mijn klep dicht houden en dan kan de vink zijn snaveltje open doen. Even luisteren. Hoor je hem daar? Dat is de vinkenslag. En dan kunnen we zeggen, nou is het volop lente. Als je dat veel gehoord, de vink, Sainte Marie zeg ik altijd, dat heb ik van Thijs ooit gelezen, dat is de vinkenslag. Zullen we een keer proberen te luisteren? Als je goed hoort, dan zitten twee vlak bij elkaar en die mannetjes die geven elkaars territorium aan. Ik zit hier en dan blijf jij weg en die andere zit er eentje verderop te zingen en daar zit hij en dat is zijn leefgebied. Heel mooi. Nog één keer. Nou, prachtig toch? Geniet is dit, hè? Ja, op zo'n pad naar de Spoordonkse Watermolen kun je ook van alles zien. En ik zie hier, dat zag ik al van de verte, dat hier speciaals aan de hand is. Kijk, en dan kun je zien. Ja, wat hier nou precies is, het is hier een holke. Er heeft hier iets ingezeten. Ik denk een egeltje, maar waar ook bij gezeten heeft. En dat kan ik hier mooi zien. En laten we daar even van dichtbij zien. Dat zijn allemaal stukjes dennenappel. Hier heb ik zo'n stukje. En dat hier afgekloofd. Dus hier heeft ook een eekhoorntje te werken. Dus of hier nou gescholen heeft de eekhoorntje, of dat er nog een egeltje heeft gezeten, dat kan ik nou niet precies zeggen. Maar dat de eekhoorn aanwezig is hier, daar kan ik al alles zien. Want hier ligt alweer ook een oude afgekloven dennenappel.
Nou, ik ben even hier naar beneden gaan staan, want hier staan we op het punt waar de beer zich weer splitst. Dat daar, die mooie rechte loop, dat is dus de Beerzen toen hij dus gekanaliseerd of genormaliseerd was. Dus voordat hij hier veranderd is in 1999. En hier langs mij loopt de Beerzen, tenminste afkomstig van de Spoordonkse Watermolen, maar komt hij hier, komt hij samen bij die gekanaliseerde loop. Dus het meanderende deel ligt aan die zijde. En het pad voor de wandelaars is ook aan die zijde. Dus dan kun je dat mooie stukje volgen. Dat gaan we dus ook doen, even een klein stukje van die meanderende Beerzen volgen. Ik sta hier bij een van de laatste treders van een vistrap. En een vistrap noemen ze ook wel een viskaskade. En wat is dat eigenlijk? Ja, zo'n vistrap bestaat uit een aantal treders. Hier bij de Spoordonkse Watermolen bestaat hij uit 18 treders. En die 18 treders zijn in 1999 aangelegd om een stuw te vervangen die hier eerst in de Beerzen stond, zodat je toch een rustiger verval krijgt. Waarom die stuw vervangen? Nou, die vissen komen vanuit het achterliggend land, willen ze naar het paaigebied toe. Dat ligt helemaal stroomopwaarts bij de bron. Maar dan kunnen ze niet tegen die 90 centimeter opspringen, maar wel tegen iets van 5 centimeter. En zo hoog zijn die treders. Ze zijn in 1999 aangelegd, ook in hetzelfde project. Maar later toch iets vervangen, omdat de treders toch iets te hoog waren. En dus de vissen trekken nu langzaam richting de Spoordonkse Watermolen om daar te gaan paaien. En paaien is hetzelfde woord voor vissen als vogels paren. Ja, ik ga er eens langs lopen, eens even kijken. Ja, een beetje oppassen hier. Water. Zo, we gaan toch weer even op dat makkelijke pad lopen. Die stenen zijn keihard. Dit is de eerste van die vistreders, van de vistrap van 18 treders. En dat gaat dus zo richting de Campina. De Beerzen komt daar vandaan, maar de vissen gaan tegenstelde richting naar het paaigebied toe. Aan de overkant, daar ligt de stuw. Dus aan die zijde ligt de stuw. Nou, daar kunnen die vissen nooit tegenop. En hier kunnen ze mooi doorheen gaan om naar hun paaigebied toe te gaan. Aan de overzijde staat een hele mooie grote paal met daarbovenop een nest. Dat is een ooievaarsnest. En dat is hier neergezet door eindkandidaten van het examen van natuurgidsopleiding IVN Oorschot en gegeven door IVN Oostwijk. En dat is hun mooie eindopdracht. Nu nog de ooievaar, want die is er nog niet. Bij de Spoordonkse Watermolen eindigt de route langs het dal van de Beerzen en tevens deze aflevering van Natuurlijk Oostenrijk. Sinds 1320 is al sprake van een watermolen op de Beerzen, was toen een houten molen. En was toen een eigendom bij de heren van kasteel Ten Berg, wat hier zo'n 100 meter verderop gelegen was. Er is niks meer van dat kasteel te zien nu trouwens. Na 1772 lieten de heren van het kasteel de watermolen los en kwam in particuliere handen. Vanaf 1844 kwam in handen van de familie Van Es. En die hebben de houten molen in 1868, kun je op dat bordje zien, verbouwd van houten molen tot stenen molen. Nu nog steeds is die watermolen in handen van de familie Van Es. En ze hebben een heel mooi bezoekerscentrum aangebouwd. En als u tijd heeft, dan moet u daar zeker naartoe gaan voor een heerlijk kopje koffie of voor een lekker trappistje. Tot ziens!